Mijn naam is Remco Melles. Track 1, Zuidplein. International, popular, inspiring, accessible, changing, competitive, sporty, leisurely, energetic, residential, commercial, cosmopolitan, sustainable, ambitious, solid, modern, spacious, cultural, multilingual, educational, developing, profitable, aspirational, innovative, interesting, exceptional, safe. Soundtrack City is een nieuw mediaproject dat mensen uitnodigt om de stad te ontdekken via geluidswandelingen. Deze dag gaat over verhalen, of het vertellen van verhalen. De geluidswandelingen van Soundtrack City die vertellen verhalen over de stad met woorden en geluid. Ik zal uitleggen wat dat is, geluidswandelen. Dat is iets wat je doet met een geluidsspeler en een koptelefoon. Die zet je aan en een koptelefoon zet je op. En dan loop je een vastgestelde route door de stad en je luistert naar een mix van stadsverhalen. Een speciaal gecomponeerde soundscape die rechtstreeks te maken heeft met het gebied waar je doorheen loopt. Ik heb Soundtrack City opgezet omdat ik zelf heel erg van verhalen hou. Ik hou van alle verhalen, van mythes en sprookjes, maar het meest hou ik van persoonlijke verhalen van mensen. Ik ben van origine theatermaker, regisseur, en ik heb in het verleden veel gewerkt met persoonlijke verhalen van mensen. En die heb ik dan verteld in onder andere het theater. Ik vind het ontzettend belangrijk om verhalen te vertellen en naar verhalen te luisteren, omdat ik vind dat je door die verhalen heel veel leert over de wereld waarin we leven en al die mensen die daarin rondlopen. De vraag die we aan de kunstenaars hebben gesteld, hè, want was maak een geluidswandeling door een bepaald gebied van de stad. Doe gedegen research, hè, want we wilden echt dat het niet een vrijblijvend kunstwerk werd, maar echt iets te maken had met dat gebied van de stad. Dus dan moet je research doen, dan moet je met architecten praten, met stedenbouwkundigen, biologen, dat is afhankelijk van de wandeling. Kies een invalshoek voor je wandeling die te maken heeft met de actualiteit van het gebied. En dat is heel belangrijk, baseer je verhalen of je tour op verhalen en ervaringen van bewoners en gebruikers van het gebied waar die wandeling doorheen gaat. De soundtrack die je hoort, of de soundscape, moet een directe relatie hebben met het gebied waar je doorheen loopt. De Nieuwmarktbuurt, Amsterdam-Noord, Eiburg en de Staatsliedenbuurt. De wandelingen van Soundtrack City die vertellen verhalen over de stad en hebben allemaal verschillende invalshoeken. Eén wandeling gaat bijvoorbeeld, dat is de wandeling langs de Amstel. Daar word je aan de hand genomen door verschillende mensen die wonen en werken langs de Amstel. En die vertellen je over de Amstel of wat de Amstel voor ze betekent. Een andere wandeling die over Eiburg, dat is een hele poëtische wandeling. Daar word je meegenomen door een vogel die je rondleidt over het eiland en die net als de nieuwe bewoners van Eiburg op zoek zijn naar een nieuw huis. Yeah.
first one.